Goedemorgen, het is woensdag en Foef gaat naar zijn werk en ik ga naar Amsterdam voor een passage. En verder thuiswerken en ik wil een beetje het huis opruimen vandaag ook. Ik heb weer een soort van... Tompende. Party outfit. Party outfit. Maar het is ook, ik heb het dag voor werk, dus ga ik nu yes. Ik ben weer onderweg naar Amsterdam en nu heb ik een massage bij de Skin Spa. Eigenlijk had ik nog een afspraak ervoor, dat zou dan van 8 tot 9 zijn, maar dat is dus niet doorgegaan. En dat, ik dacht dat het door zou gaan, maakt verder niet uit. Dus eigenlijk rijd ik alleen voor een massage naar Amsterdam, wat natuurlijk helemaal niet verkeerd is. Maar ik moet echt mijn best doen om dingen zo te plannen dat ik meerdere dingen samen heb in Amsterdam. Want gisteren ging ik bijvoorbeeld ook al voor een gezichtsbehandeling heen en weer naar Amsterdam. Oh, wat heb ik een moeilijke baan. Nee hoor, helemaal niet. Maar het kost natuurlijk wel weer een uurtje heen en weer rijden. Dus ik moet nu even mijn agenda vandaag, vanmiddag even goed even schoon, hoe zeg je dat? Ik zit eigenlijk al volgepland voor de hele maand. Dat is wel een dingetje. Maar na het Jamaica kan ik rustig weer doen zoals ik bedacht had. Dat ik maar 2 dagen naar Amsterdam ga. Half uur te laat omdat ik geen parkeerplek kon vinden. Ik ben in het Skins Instituut. Dat is het prachtige hotel. En ik ga hier een heerlijke massage krijgen. Dit is echt looser dan luxe. Echt, als je wil ontspannen moet je hier zijn. Skins. Ik krijg slippertjes en een badjas. Dit doet me enorm denken aan de spa in LA. Toen ik in Beverly Hills was. Dit was ook zoiets. Ik had zoek het zwembad in en zo. Maar ik ben hier in principe alleen voor massage. Maar ik vind het nu al leuk. Wauw, comfiest sloffen ever is de kleedruimte. Ik zit even met wat thee te wachten, maar je kijkt hoe mooi het hier is. Maar zen. Vragenlijstje invullen. Ik ga hier nog een apart artikel van maken hoor. Rustig en lekker. Oh, kijk hoe mooi dit. Zo, lounge en dan hier kun je naar buiten. Dit is de ruimte waar ik een massage ga krijgen. Het ruikt hier super lekker. De geur is echt heerlijk. Dus ik ga me nu laten masseren. Oh, deze massage was zo lekker. Ik vroeg of ze me wilde focussen op dit. Nou, dat was super fijn. Ik ga me weer omkleden en dan weer terug naar Den Haag. Eerst even mijn thee opdrinken. Oké, ik ga er weer vandoor. Ik mag deze houden. Yes! Ze zijn zo zacht. Oké, terug naar Den Haag. Oh, ik sta weer stil in Amsterdam. Maar ik vind het niet erg. Ik ben net gemasseerd. En... Weet je, ik ben zo gek op massages. Het liefst doe ik het elke week. De een rookt, de ander geeft geld uit en andere dingen. Ik doe mij maar gewoon lekker zo'n massage. Oh, dan ben ik helemaal happy. Ik ben thuis en Siem, laat je ogen zien. Ik denk dat wij even de dierenarts... Of ik ga even de dierenarts bellen in ieder geval, want hij heeft een dingetje in zijn oog. Siem, kijk eens naar mij. Kijk. Hij heeft een soort bloedpropje of zo. Maar dat had hij al. Heeft hij al een paar dagen een beetje. Dat het een beetje vies is. Nu is het wel heel erg. En dan maak ik het schoon en dan komt er meer. Even de dierenarts bellen. Siempje, ga morgen naar de dierenarts, hè? Oh. Ik ben weer thuis en ik zie dat ik een femvideo vandaag moet opnemen. En mijn haar is echt helemaal vet van die massage. En aan de ene kant wil ik het wel wassen. Maar mijn lichaam is zo lekker ingesmeerd nu. En dat was ik er dan ook al. Dus. Ik denk dat ik maar ga filmen zonder dat je mijn gezicht ziet. Ja, ik denk dat dat de beste oplossing is. En ik ga heel even naar de winkel kattenvoer halen. En ik wil ook nog opruimen. En ik heb 4 uur nu nog om te werken. En daarna heb ik een etentje. En ik ga even een brief op de post doen. En brieven op de post doen, ik ben daar echt zo... Daar moet je helemaal speciaal naar de brievenbus lopen. Het lijkt wel alsof er steeds minder brievenbussen zijn ook. We hebben er gelukkig eentje hier bij Centraal, maar verder... Ik verstuur bijna ook nog wat per post. Ja, ik krijg heel veel binnen per post wel natuurlijk voor mijn site, maar zelf bijna niet. Ik sta even in de supermarkt. Weet u nog dat ik dat glutenvrij brood heel lekker vond? Heel veel vroeger welke dat was. Ze hebben hem weer, want hij is altijd uitverkocht als deze. Van Damhert Nutrition. Hij kost €2,99. Zitten wel voor 4 sneetjes, dus dan ga je natuurlijk ook extra langzaam opeten. Maar ik vind hem erg lekker. Ik hou ervan. Voordat ik het op heb, dit is wat ik aan het eten ben. Het glutenvrije brood. En dan hummus met, hoe heet het ook weer? Sambal en kipfilet. Ja, kipfilet. Vinden ze lekker. Ik merk de laatste tijd dat ik heel bizar veel mail krijg. Meer dan normaal, meer dan ooit eigenlijk. Ik krijg altijd al veel mail. Maar het is nu
elke seconde vloekst er wel een mail binnen in mijn mailbox die ik moet beantwoorden op dat moment. Met als resultaat dat ik bijna elk uur wel een kwartier minimaal bezig ben met mijn mail. Dus en als ik dat dan niet doe, dan heb ik aan het einde van de dag ben ik 3 uur bezig. Het is echt bizar. Wie heeft de allerbeste tip hoe je je mailbox het snelst kan organiseren? Ik gebruik Gmail. Ik gebruik mijn mailprogramma. Dus ik zit niet in Gmail, maar ik zit echt in mail van Mac. En ik heb van alles geprobeerd al. Het enige wat me lukt is dat ik het gewoon elke dag goed moet bijhouden. Maar wat is de snelste manier om ze zeg maar in te delen of te doen? Het is heel veel tijd kost het zeg maar. En het zijn wel dingen waar ik echt op moet reageren. Dus als iemand de tip heeft of een programma of iets. Liever niet een ander mailprogramma, want ik heb nu zoveel mails hierin staan. Ik wil het liever wel in mail blijven doen. Maar bijvoorbeeld misschien shortcuts voor mails. Ik weet niet eens. Tips zijn altijd welkom. Kijk hem nou liggen. Oh, hoe lig jij? Met je staart erop? En je hoofd zo? Oh, Siempje. Morgen naar de dierenarts, oké? Okay? Ondertussen ben ik bezig met het artikel van mijn outfit en alles. En de foto's zijn zo leuk. Je moet echt even op Facebook zoeken naar Beauty Gloss Party. En dan alle foto's en ook de behind the scenes en zo. Oh. En mijn haar heeft me geïnspireerd voor een video voor Femme. Want ik weet dat ik ga opnemen. Dat ga ik nu doen. Ik heb de Femme video opgenomen. Ik heb nu dus van dat wet look haar. En mijn zonnebril opdoen of straks waarschijnlijk in mijn haar zo. En dan ga ik nu naar het restaurant. Het is 10 voor. Lorraine is er 6:10 ongeveer. Dus ik ga rustig aan doen. Het is hier heel erg in de buurt. Fofje is thuis. En Fofje gaat weg. How you like my hair? Ik vind het leuk. Like? Ja, welkom. Ik ben aan het fietsen. Fietsen naar Umami, waar ik met Lorraine heb afgesproken. Het is heerlijk weer. Stukje fietsen, yay. Ik fiets veel te weinig. En hoe awesome is mijn fiets? Ik krijg altijd heel veel opmerkingen over. Dit is een Oilili fiets. Hallo Lorraine. Hoi. We zijn even fietsen. Ja, bij Umami. Umami, zij is voor het eerst hier. Ben benieuwd. Ik zie nieuwe dingen. Check dit jellyfish duck. Het rauwe zeekwal. Ga jij die proberen? Nee, ik durf dat niet aan. Ik eet alles, maar kwallen vind ik een beetje eng. Ik ga voor salmon shimi en umami sushi mix. Ik ging voor de mango prawns. Ja. En doe mij maar de peanut chicken. Of is dat wel heel erg safe? Nee, ja. Weet je, voor de eerste keer mag je het safe. Ja. Oké, nummer twee jij te kiezen. Ik heb een crunchy monchou en Beijing duck. Eerste gang. Dit is sushi, garnalen, kip, sashimi. En dat deel je dan. Tweede gang. Ik ben weer thuis en ik heb nog even een vlog zitten editen. De eerste van de party al. En ik ben helemaal nerveus bij het editen ervan. Echt, ik voelde het weer helemaal echt zo bizar. Maar ik ben zo blij dat ik het heb gedaan. Want het staat nu vast op film hoe ik het heb ervaren. En dat is gewoon heel bijzonder. En ik krijg mega veel berichtjes binnen over mijn boek Happy Life. En die reacties zijn echt te gek met de hashtag dus. Volgens mij krijgen de meesten hem nu ook binnen. En zo leuk. En echt heel veel die hem ook in 1 dag hebben uitgelezen en zo. En toch wel bijzonder. Ik ben er ook voor 1.5 jaar mee bezig geweest. Hè, het schrijven ervan. En ja, het is heel fijn om dan te lezen dat het mensen inspireert en zo. Dus ja. Wij gaan slapen. Welterusten. Tot morgen. Tot morgen. Oh nee, je ziet hem morgen niet. Nee. Misschien ochtends, ja. Doei. Siempje, welterusten. Siempje is nu 1 jaar officieel. Het is middernacht geweest. Ben je 1? Ja. Mijn boek is van ons allebei. Flair. Grazia. En dat is het.